Onze volgende twee daders slaan op dinsdag 11 maart toe in Rosmalen. Ze hebben net bij de kassa de pincode van een 56-jarige vrouw afgekeken en zijn haar gevolgd naar de servicebalie. Ze blijven zo onopvallend mogelijk om de vrouw met de rugzak, waarin ze zojuist haar portemonnee heeft weggestopt, heen drentelen. Het is vrij druk bij de balie, dus toeslaan blijkt nog niet zo eenvoudig. Als het iets rustiger wordt, kruipen de twee voorzichtig dichterbij. En dan moet het gebeuren. We zien duidelijk hoe de vrouw van het stel heel voorzichtig de rits van de rugzak opent. Ze moet zelfs nog snel meestappen als de nietsvermoedende eigenaar van de rugzak een stap naar voren doet. Al gauw heeft ze beet. De portemonnee van het slachtoffer verdwijnt onder een krantje. Nog even nonchalant dat waarvoor ze in de rij stonden terugleggen en weg zijn ze. Om niet veel later op te duiken bij een geldautomaat. De vrouw heeft haar grote sjaal inmiddels om haar hoofd geslagen, vermoedelijk in de hoop zo minder herkenbaar te zijn. En ook de man lijkt voorbereid. Weer zien we hetzelfde krantje. Dit keer moet het zijn gezicht verbergen. Maar heel even was hij toch goed te zien. Wie herkent dit sluwe duo dat toesloeg in Rosmalen? Alle informatie over hen is van harte welkom. Help de politie om ze van de straat te halen, zodat ze niet nogmaals kunnen toeslaan.